Een heerlijke geur in huis zonder vuur, elektriciteit en ook nog geld besparen? In deze video gaan we kijken naar hoe een geurdiffuser met stokjes werkt. En aan het einde ga ik je laten zien hoe je er zelf eentje kunt maken. Namaste, ik ben Janine van Spiru. Een geurverspreider of reed diffuser is eigenlijk heel eenvoudig. Een sierlijk flesje met bamboe of rotan sticks die de aromatische olie opzuigen en zo een heerlijke geur verspreiden. Voor ik je uit ga leggen hoe je zelf een geurverspreider kunt maken, gaan we eerst kijken naar de voordelen. Jezelf omringen met geuren zou volgens de aromatherapie namelijk een helend effect hebben op lichaam en geest. Je kunt je diffuser op verschillende plekken neerzetten en een etherische olie kiezen die voor die specifieke ruimte geschikt is. Ik geef je een paar voorbeelden van ruimtes met bijpassende geuren. Zo is bergamo voor de woonkamer het meest geschikt, omdat deze zorgt voor sfeer en warmte. Lemongrass is het beste voor in de keuken, omdat deze kookluchtjes neutraliseert. Dennenolie werkt het beste voor het verfrissen en reinigen van de lucht in het toilet. Eucalyptus zou geschikt kunnen zijn voor in de badkamer, omdat deze helpt bij het fris wakker worden. Frankincense is een klassieke geur voor spirituele ruimtes, zoals waar je mediteert. Lavendel is rustgevend en zou helpen om heerlijk te slapen. Maar je kunt ook rozenolie in de slaapkamer gebruiken, voor een meer romantische vibe. Pepermuntolie zou geschikt zijn voor in de auto, om je alert te houden in het verkeer. Een ander voordeel van geurstokjes is dat ze heel veilig in gebruik zijn. Ze hebben namelijk bijna niets nodig, geen vuur en geen elektriciteit. Dit is niet alleen handig met rennende kinderen of huisdieren, maar ook vragen de geurende takjes vrijwel geen aandacht. Daarnaast geeft deze diffuser een iets mildere geur af dan wierook of oliebranders. Maar hoe werkt het eigenlijk? Het bestaat uit stokjes van hout of bamboe die in een geurige vloeistof staan. Meestal een mengsel van alcohol, neutrale of dragerolie en essentiële olie. Omdat de staafjes poreus zijn, zuigen ze het aroma op. Zodra ze in contact komen met de lucht, laten ze hun geur vrij. Dat heet koude verdamping. Na een aantal weken raakt de vloeistof op en zijn de geurstokjes klaar om vervangen te worden. Er zijn kant-en-klare diffusers te koop, maar je kunt er ook voor kiezen om ze zelf te maken. Zo kun je zelf de geur kiezen, de ingrediënten bepalen en ook nog eens geld besparen. Voor het maken van geurstokjes heb je de volgende materialen nodig. Een flesje, stokjes van rotan of bamboe, plantaardige olie en alcohol en etherische olie. Als eerste het flesje. Hoe kies je het perfecte flesje voor je huisparfum? Zodra huisparfum in aanraking komt met lucht, geeft het aroma af. Daarom is het belangrijk een houder te kiezen waar weinig uit kan ontsnappen. Geurstokjes met een glazen flesje zijn het bekendst. Maar een vaasje, parfumflesje of apothekerspotje kan ook. Zolang de hals maar smal is. Je kunt met water vast proberen hoeveel olie je ongeveer moet maken om het flesje te vullen. Zorg dat je altijd een centimeter of twee ruimte houdt, want de olie stijgt namelijk zodra je de stokjes erin zet. Dan, hoe selecteer je de juiste stokjes? Kajute stokjes geven een mooie natuurlijke look. Maar zijn ook stokjes van bamboe of rotan. Welk aroma kies je voor je geurverspreider? Natuurlijke huisparfum maak je met etherische olie. Dit bestaat uit extracten van fruit, bloemen, bomen en planten. Gelukkig heb je er maar heel weinig van nodig, dus gaat de olie lang mee. En dan nu het maken van de basisolie. De geurstof van huisparfum bestaat uit alcohol, plantaardige olie en jouw gekozen etherische olie. Alcohol helpt de stokjes om de geur te absorberen en zorgt ervoor dat het aroma goed vervliegt. De neutrale olie draagt de geconcentreerde etherische olie en is het makkelijkst door de stokjes op te nemen als het een dunne variant is, zoals bijvoorbeeld amandelolie. Omdat alcohol snel vervliegt, zou een diffuser waar te veel alcohol aan toegevoegd is ontzettend snel op zijn. Daarom is het belangrijk om de juiste verhoudingen te gebruiken. De verhoudingen zijn ongeveer 75% basisvloeistof en 25% geconcentreerde geur. De ene olie ruikt sterker dan de andere, dus experimenteer tot je tevreden bent. Laten we nu gaan kijken naar een voorbeeld voor een klein flesje. 30 ml plantaardige olie,
20 ml alcohol en 12 ml etherische olie. Laten we dan nu de stappen bekijken voor het maken van je eigen diffuser. Pak een schoon mengpotje met deksel en een trechter die op het flesje past. Giet de ingrediënten in het mengpotje en draai de deksel erop. Schud de vloeistof zodat hij mengt. Dan ruik en beoordeel je de geur. Voeg eventueel nog een ingrediënt aan de geurolie toe om te verdunnen of het aroma te versterken. Giet je creatie in het flesje met behulp van de trechter, waarbij je ruimte onder de rand overlaat. Zet de gewenste hoeveelheid stokjes in de hals. Wacht dan ongeveer een uurtje tot de stokjes doordrenkt zijn. En dan geniet er maar. Om zo lang mogelijk van je geurverspreider te genieten, kun je het beste op een koele plek plaatsen. Dus liever niet bij de verwarming of in de volle zon. Heb jij geurstokjes in huis? En wat is jouw favoriete geur eigenlijk? Laat het mij weten in de reacties onder deze video. Wil jij nog meer zinvolle tips en tricks, informatie niet missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Namaste.